Staatssecretaris Vonhoff heeft met een niet zo welgerichte worp het startsein gegeven voor de 7e internationale Haarlemse honkbalweek. Duizenden liefhebbers zaten rond het speelterrein toen wereldkampioen Cuba er de strijd aanbond met de Grand Rapids Sullivans, een ploeg van Amerikaanse semi-profs. Beide teams waren gebrand op de overwinning. Cuba vooral om politieke redenen. De Cubanen probeerden herhaaldelijk een honk te stelen. Tot en met de 5e innings ging de score vrijwel gelijk op. Door uitstekend veldspel sneuvelden tal van spelers al op het eerste honk. Niet altijd lukte het kat-en-muisspel van de Cubanen. Zo werd bijvoorbeeld Agustin Marchetti op het 3e honk uitgetikt. Op het door de regen steeds gladder wordende veld wisten de wereldkampioenen in de laatste 3 innings maar liefst 5 punten te scoren. Vooral de home run van Isasi, die de stand op 9-5 bracht, werd met groot enthousiasme zowel buiten als binnen de hekken ontvangen. De Cubanen, die eens honkbal van de Amerikanen leerden, zijn in deze sport hun leermeesters voorbijgestreefd. Dat bewezen ze door 3 maal achtereen de wereldtitel te behalen en dat bewezen ze opnieuw hier in Haarlem.